Zo, lieve YouTube-kijkers van De Stofjes, goedemorgen en goede zondagmorgen. 1 mei, dag van arbeid, zeggen ze. Goed, ik heb weer gelopen, lekker weetje. Kijk, hier bij de molen, heerlijk. En ik ben vandaag begonnen met, let op, nieuwe patas, nieuwe hardloopschoenen. Voor in het bos, speciaal traal. Er zit een zool onder die wat voor het zachte ondergrond. En af en toe voor een beetje als het wat modderig is. Gewoon proberen maar. Het is nieuw, moet natuurlijk even wennen. Maar ja, op zich. Oh. Op zich. Kijk, lekkere schoenen. Lekkere schoenen. Tot nu toe, zeg ik nogmaals, ik moet even wennen, zijn natuurlijk nieuw. Dus dan is het natuurlijk even wat stug nog, moet een beetje inlopen. En, maar op zich, ja, was niet slecht. Was zeker niet verkeerd. Als het over een week of 3, 4, dan zal het er iets anders uitzien, denk ik. Qua schoen zitten, fit en zo. Er is gewoon even tijd nodig. Om de schoenen die er zijn, die je hebt, nieuw moeten inlopen. Moet gewoon naar je voeten gezet worden, om het zo maar te zeggen. En, nogmaals, natuurlijk de eerste indruk moet goed zijn. Als je nieuwe schoenen hebt, dat het ook gewoon, dat ze gewoon lekker zitten. Ik heb wel altijd best wel lastige voeten soms. Ze zijn heel flexibel, eigenlijk soms te flexibel. Dat ik heel makkelijk dit kan doen met mijn voet. Dus gewoon heel snel bij elkaar knippen. En als ik dan zeg maar een bocht inloop en mijn voet gaat dit doen, dan krijg ik druk aan de midden binnen onder de voet en dan gaan die coaches tegen elkaar en dan doet het even pijn. En dat heeft ook te maken met hoe goed dat je in je schoen zit. En hoe strak dat ik mijn veters moet gaan aansnoeren. Nou, dat doe ik al redelijk strak, maar dan zie je, dan heb je nieuwe schoenen, gaan ze onderweg misschien toch net even wat losser zitten, waardoor je, als je dan zeg maar ergens wat schuin loopt, omdat je natuurlijk door het bos heen loopt, dat is niet kaarsrecht, dat is niet vlak. Je gaat natuurlijk ook bochtjes maken die zo liggen en dan ga je toch zo om. Ja, dan krijg je een hele andere druk op je voet. En eigenlijk een beetje hetzelfde effect als wanneer je zool bijna versleten is van je schoen en je staat dan op een steentje of op zo'n dennenappeltje. En dan steekt dat precies onder op je kootje. Dat kan best pijn doen. Dat kan best pijnlijk zijn. En dat verstoort dan ook weer je looptempo en je loopritme. En dan is het niet lekker. Maar, nogmaals, ik had er eigenlijk geen tot weinig last van. Ik had er één keer altijd heel eventjes dat ik zoiets had van, oh, maar goed, nogmaals. Dat was één keer en daarna heb je het eigenlijk een beetje weg. En zoals ik al zei, nieuwe schoenen moeten nog de voeten moeten nog aan de schoenen hebben. Maar ik denk wel dat dat goed gaat komen. Zit in ieder geval lekker. Heb ik van week in Nijmegen gekost. Met de Decathlon. Voor het eerst dat ik zo'n soort schoenen koop. Dat zijn dan, zoals ik al zei, zijn schoenen speciaal voor in het bos, voor de zachte ondergrond. Voor zanderige ondergronden, modderig. Je hebt natuurlijk de extremere. Dit zijn dan deze vallen onder zogezegd de trail schoenen. Die je gedeeltelijk op gewoon harde ondergrond kan gebruiken. Schoon op de weg kan gebruiken, maar ook in het bos kan gebruiken. Je hebt natuurlijk schoenen die alleen maar voor in het bos geschikt zijn. En die
natuurlijk ook wel een klein beetje verhard kunnen doen, maar niet, niet dat je daar 20 kilometer bij wijze van spreken op zou kunnen hardlopen. Dat doe ik ook niet. Om 20 kilometer hard te gaan lopen op vaderweg. Überhaupt 20 kilometer lopen, zie ik helemaal niet zitten. Ja, en maar nou, daar gaat het dan wel om, dat je wel dan een zo goede keuze gaat maken. Dus ja, ik ben benieuwd hoe dat het verder gaat. Eerste indruk, prima. Dus ik ga niet meteen over het toren, oh, supergoed. En dus eerste indruk, prima. Netjes. Voldoen aan wat ik wil, tot nu toe. Zoiets. Nou, zijn we alweer bijna thuis. En dan gaan we straks weer naar het voetballen toe. We gaan nu richting het einde van het seizoen. Nog, ik dacht met deze bijna nog een wedstrijd of 7 geloof ik. Kan ook eentje meer zijn, ik weet niet. Maar we gaan in ieder geval ja, richting het einde van het seizoen. Met deze bijna 3 thuiswedstrijden. En dan de andere zijn uitwedstrijden. Ik ben benieuwd. Voor zover ik weet met het gelijkspel vorige week, kunnen we volgens mij niet meer degraderen. Promoveren, dat gaat ook niet. Dat is ook niet wat we op dit moment ambiëren. Maar dat is wel, neemt wel wat rust, of dat brengt wel wat rust in het team en bij de club, dat je in ieder geval veilig bent voor komend seizoen. Dat je in ieder geval niet meer degraderen, zover ik dat begrepen heb. Als het anders is, dan is het anders, maar nogmaals, zover ik begrijp, kunnen we in feite niet meer degraderen. Dus dat is wel een fijn gevoel. En dan kun je lekker het seizoen uitspelen. Natuurlijk, je wil altijd gewoon je wedstrijden winnen, hoe je het ook bent of verkeerd. Dat is gewoon zo, dat zit in je of dat zit niet in je. Maar een beetje sporter vindt gewoon dat hij altijd je wedstrijden moet proberen te winnen. Of dat je nou veilig bent of niet veilig bent. Het gaat toch een beetje om een beetje een eergevoel, strijd, noem maar op. En ja, je wil het toch wel laten zien. Ook naar komend seizoen. Natuurlijk heeft het er ook mee te maken dat wanneer je redelijk goed presteert, dat je dan ook makkelijker nieuwere spelers kunt halen die je misschien wil hebben. Omdat ze dan toch zeggen van ja, jullie spelen regelmatig bovenin, dus die dan een bepaalde ambitie hebben. Nou ja, goed, dat dus. En ja, dat werkt dan wel in het voordeel. Dus ja, afvallen gaat ook weer. Tenminste, als het goed is, gaat het weer beter. Vorige week had ik op de weegschaal gestaan. Vorige week zondag. En toen had ik alweer bijna 1,5 kilo was ik alweer kwijt. Deze week is het niet zo heel erg fijn gegaan. Sterker nog, ik denk dat ik dat weer bijgekomen is. Maar goed, dat zie ik zo meteen wel. En er moet gewoon nog wat aan gebeuren. Goed, met zo'n koninginnedag. En gisteren bij mijn schoonvader geweest, ja, dan ga je ook eten, iets anders dan anders, ja. Maar goed, het is wat het is. Ik ga in ieder geval afsluiten. Dus we zeggen nogmaals, altijd blauw duimpje omhoog als je het leuk hebt gevonden. En even abonneer op de kanaal, dan zie ik je de volgende keer weer terug op de zondagmorgenpraat. En dan zeg ik zoals altijd, met een hele korte tjoe.